wereldwinkel. We zeggen dat we deden spullen verkoopt uit de derde wereld. Voor mensen die anders weinig kans hebben dat ze met hun producten een goed bestaan op kunnen bouwen. Ze krijgen in ieder geval genoeg geld zodat ze in ieder geval goed kunnen eten. Een dokter kunnen betalen, kinderen kunnen naar school. Dat kost natuurlijk allemaal erg veel. En in de reguliere handel krijgen ze vaak niet genoeg geld voor hun producten. Maar de producten die wij hier verkopen, hebben alle producenten hebben al een goed salaris voor gekregen. We zijn lid van de Landelijke Vereniging. En die Landelijke Vereniging die controleert zelf alle projecten waar wij de spullen kunnen kopen. Wij kopen dus van organisaties die zelf spullen uit die landen halen, bijvoorbeeld India, Indonesië. En dat zijn vaak meerdere mensen die er bij elkaar werken en die worden dan gecontroleerd door de Landelijke Vereniging. Of het inderdaad wel eerlijke handel is, of mensen genoeg krijgen, of er geen kinderarbeid is en dat soort dingen. Wat het heel goed doet, zijn wel overwegende schalen. En wat ik zelf persoonlijk mooi vind, zijn die olifanten. Dat is gewoon persoonlijk. Nou, in maart zitten we hier 30 jaar in Reeuwen. En de laatste 10 jaar dus in dit pand. Met een groep vrijwilligers zijn we hier. Op het ogenblik goed 20 vrijwilligers. En we staan dus om de beurt in de winkel. Uit Indonesië komen veel spullen die hier heel erg in de smaak vallen. Het zijn in de fase die je verder in Leeuwarden niet kunt krijgen. Dus ze zijn vaak toch vrij uniek. Wij horen ze nu een hele leuke verhalen van de importeurs. En vroeger was het natuurlijk heel klein, hadden we een heel klein winkeltje hier. En van de importeurs horen ook van werk alsjeblieft heel professioneel. Want het is heel erg nodig. En die merken het bijvoorbeeld. Als wij meer verkopen hier, kunnen zij meer inkopen. En zij merken dat mensen daar meer inkomen hebben. Ja, we hebben heel veel voeding van Fairtrade Original. En dat staat hier echt hier achter in de zaak, zoals koffie, thee, chocola, tapenades, pindakaas, hazelnootpasta en nog wat andere dingen. We zitten voor streek 10, vlak bij het beeldje van Mata Hari hier.